allemaal weer en welkom bij mijn Pokémon Sapphire Walkthrough. En dit is part 52 en tevens het laatste part van mijn Pokémon Sapphire Walkthrough. Die inmiddels eigenlijk al veel te lang duurt. En waarmee we dus vandaag eindelijk klaar zullen zijn. Maar voordat we allemaal gaan huilen over oh, het was zo geweldig en we hebben zo'n leuke tijd gehad met dit spel. Hebben we nog één ding te doen en dat is waar ik de vorige keer een beetje mee eindigde met een cliffhanger. Dus we gaan vanaf Pacific Lockdown gaan we lekker heel casual varen naar dit eilandje. En dat is de Sky Pillar. Tenminste, nou ja, dit nog niet. Maar waar we nu heen gaan, dat is de Sky Pillar. Dit. Wat je hier kunt zien, dit grote gebouw met de hele grote schaduw hier op de voorgrond. Dat is de Sky Pillar en dit is waar helemaal bovenaan wij onze laatste Legendary Pokémon gaan vinden van in Pokémon Sapphire die wij moeten gaan vangen. En door heel deze Sky Pillar zul je een aantal Mark Bike puzzles vinden zoals hier. En die vind ik hartstikke vervelend, dus ik maak save states om te zorgen dat ik niet door de gaten val en het 10.000 keer opnieuw moet proberen. En de Pokémon hier zijn van een best wel hoog level. Zoals je wel kunt zien, deze Bennett is van level 53, dus mijn repels werken niet. Maar ze zijn gelukkig niet allemaal van zo'n hoog level. Ik geloof dat uit mijn hoofd de wild Pokémon die hier zitten, dat is Bennett, Golbat, Sableye of Marowak. Dat ligt eraan welke versie je speelt. En wat hebben we dan nog meer? Fuck, dit werkt niet. Ik probeer hier gewoon een beetje overheen te lullen, want dan letten jullie niet zo op mijn faal op het scherm. Maar dit is echt het vervelendste stuk, maar ook het laatste stuk van de hele Magbike puzzel. En wat je hier moet doen, dat is best wel tricky. Je moet zorgen dat je niet door de eerste valt, maar ook niet door de laatste. En dat is, als je dat doet, dan val je hier net aan de andere kant van deze stenen. En dan ben je fucked, want dan moet je het weer opnieuw proberen. Zeker niet hier doorheen vallen, want dan moet je het helemaal weer opnieuw doen. En als je dan hier door deze deur loopt, hebben we nog een laatste verdieping te gaan. En laat ik toch maar mijn repels pakken. Voor deze laatste verdieping nog, want daar hebben we er toch genoeg van. En dan, oh fuck. Ja, hier Sableye zit er ook, zoals ik al zei. Ik geloof dat er hier geen hidden items zitten. Hier zelfs Kledel zitten. Dat is ook een van mijn teammembers, maar die Kledel die was nog beter dan die van mij. Van level 54, maar die heeft natuurlijk minder EV's en IV's. Dat is iets best wel lastigs. Eens even kijken, met wie zullen we beginnen? Ik denk met Phoenix. Want de moveset van Rayquaza, die is... nou ja, dat zet ik er zo wel bij in de video. En dat zullen we dan gedurende deze battle ook wel... daar zullen we dan ook wel achter komen. Dus dan gaan we Shift F1, Shift F2 en dan klikken we op A en dan praten we met dit geweldige beest. Of nou ja, praten, hij praat niet terug. Maar dit geweldige beest, om het zo maar even te noemen, is van level 70. Dus echt van een veel hoger level dan al mijn Pokémon. En het heeft een hele vervelende move die hij zojuist gebruikt en dat is Rest. Dus dat is heel erg vervelend als je dit ding probeert te vangen. En hij gebruikt Rest zoals hij daar wel doet. Dan kan het heel lang gaan duren voordat je hem van een laag aantal HP hebt. Maar ik gebruik gewoon heel vaak Steel Wing. Omdat ik dan Defense Boost krijg. En dat ik dan moves als Fly van Rayquaza heel makkelijk kan hebben. Maar ik geloof dat ik nou... Ja, ik kan geen Steel Wing of ik kan geen Air Cutter doen. Dat zie je wel door de Choice Band. Maar ik denk dat één Steel Wing is nou genoeg om hem uit te schakelen. Dus nou ja, hij gaat toch voor Rest. Dus dat maakt niet uit dan. Oh, maar dan gaat hij voor Outrage en dan kreeg ik waarschijnlijk een critical hit, want anders dan zou Phoenix die wel kunnen hebben. Maar laten we maar voor een Sludge Bomb gaan dan. Ik denk dat Jelly Belly deze Outrage wel kan hebben met 23 HP. Wauw, je kunt wel zien hoe sterk dat dit ding daadwerkelijk is. Als mijn Specially Defensive Wall, dus mijn Jelly Belly, met 23 HP een Outrage overleeft van Rayquaza. En hou in je achterhoofd dat de Dragon types zijn special in deze generatie. Dus dat heeft er ook mee te maken. En hij heeft ook Extreme Speed. Ja, dat is waar. Dus hij heeft Rest, Outrage, Fly en Extreme Speed. Dat is zijn moveset. Maar die zal ik er dan ook nog wel ergens bij zetten. Ik denk dat ik gewoon Jelly Belly dood laat gaan. Of hij raakt zichzelf in Confusion. Dat kan ook nog. Nee.
Ik wil hem eigenlijk niet raken, want stel dat hij zichzelf raakt in Confusion. Weet je wat? Sack. Oh, toch niet. Dat is niet nodig. Oké, hij raakt zichzelf. Dat is mooi. En ik heb mijn masterball gebruikt op Latias. En dat is ineens een heel dom idee. Maar ik denk dat ik hem nou gewoon met Shift F1 net zo lang Ultra Balls ga gooien tot ik hem heb. Want nou maakt hij zichzelf dood door Confusion. En dat willen we ook niet. Want we willen wel deze geweldige Rayquaza hebben om deze geweldige walkthrough af te sluiten. En ook al is het door een beetje vals te spelen door de Shift F1 of door de F1 Safe State te gebruiken. Maar hij heeft nog maar een heel klein beetje HP. Hij heeft geen status, dus dat is wel een beetje een nadeel. Ja, hij is confused. Ik weet niet of dat helpt. Ik geloof van niet. Maar het zal ook niet al te lang duren voordat ik hem ga vangen. Tenminste, dat hoop ik niet, want ik ben vrij moe en het is nog niet eens zo laat, het is 3:30 of zo. En ik moet ook wel even mijn huiswerk gaan maken zo dadelijk. Want ik neem dit part meteen op na part 51. Zodat ik voor vandaag in ieder geval een video heb om te uploaden, maar die ga ik dan vanavond bewerken. En dan kan ik deze video ook wat later uploaden. Maar dit is allemaal irrelevant, want dit is voor jullie niet belangrijk, omdat ik deze video dan toch al heb geüpload. En ik probeer gewoon iets te vinden om over te praten, terwijl ik deze Rayquaza probeer te vangen, door eigenlijk een beetje vals te spelen. Maar ja, dat moet soms ook kunnen, hè, want anders zitten we hier morgen nog, als we zo lang moeten wachten tot we hem kunnen vangen met een Ultra Ball of met een andere soort Pokeball. Wat ik wel kan proberen is nu Jelly Belly dood is, want dan wilde ik eigenlijk dat ik met dingen, met King Kong, Yawn ga doen als hij deze Outrage kan hebben. En dat kan die, oké, dus dan doen we Yawn. En wat we dan doen is, we krijgen HP van mijn leftovers, geweldig. Gebruiken we een Full Restore, daar hebben we er toch nog 22 van. En dan tankt King Kong nog even een Outrage. En als het goed is valt Rayquaza dan in slaap. En dit is een hele goede situatie voor ons. Want nu kunnen we dus met een Ultra Ball kunnen we hem weer proberen te vangen. En dan zou het niet al te moeilijk moeten zijn. Omdat hij nou ook asleep is. Dus en dit maakt de situatie om te vangen makkelijker. Tenminste, dat zou het wel moeten doen. Al rolt de Ultra Ball nu niet meer. Dat kun je wel zien. Ook al gebruik je Safe States. Dat is zeg maar iedere keer dat je de bal gooit, dat het of wat langer duurt of wat korter duurt voordat hij hem vangt, ja of nee. Maar goed, dan duurt het zo lang en ik moet zo lang wachten. Kom op, Rayquaza. Dit is interessant en dit is leuk. Maak het ook zo. Ja, kom op. Kom op, ik wil klaar zijn met deze video. Zodat ik mijn huiswerk kan gaan maken waar ik geen zin in heb. Ja, echt waar. Nou, we toch even tijd hebben, kan ik dat wel vertellen. Vanochtend. Normaal sta ik om 7 uur op. En vanochtend ging mijn wekker dus. En ik kan me er echt totaal niks meer van herinneren dat ik hem heb uitgezet. En ik heb hem blijkbaar wel uitgezet. En ben daarna gewoon verder gaan slapen. En toen was het dus inmiddels 7:30. Eer dat ik wakker werd. Dus 1/2 uur later. Het was niet zo heel erg, want normaal kan ik dat nog wel hebben. Dat ik zo'n soort buffer heb van 1/2 uur 's ochtends. Omdat ik dan normaal nog even achter mijn laptop ga zitten. Een beetje gamen of filmpjes kijken. Maar we hebben Rayquaza gevangen. Ook gewoon midden tussen mijn verhaal door. Oké, ik kan het verhaal nog wel even afmaken. Maar eigenlijk lang verhaal kort. Ik was dus 7:30 wakker. En ik ben gisteravond veel te laat naar bed gegaan. En ik ben nou heel erg moe. Dan denk ik eigenlijk de hele dag al. Ik loop de hele dag al te geeuwen. Maar ik denk niet dat we Rayquaza gaan verpesten met een slechte nickname. Zoals Regirock, Registeel en Regieyes. Want die hebben alle drie een hele slechte nickname gekregen die ik best wel grappig vond. Maar we hebben dus de laatste Legendary Pokémon Rayquaza gevangen. Even, die boer die mag eruit. En die ook trouwens, sorry. Dat was smerig. Even healen. En dan laat ik jullie Rayquaza nog even zien. En dan denk ik dat het tijd is om deze walkthrough met heel veel dank en heel veel toewijding en zo af te sluiten. Maar dit is dus Rayquaza, level 70. Oké, Rash Nature is niet zo heel erg goed. In dit geval wel, want hij heeft Dragon is Special.
Dus hij heeft Fly, Rest, Extreme Speed en Outrage. Een van de weinige Pokémon die in zijn moveset Fly heeft zitten. Die hem dus gewoon natuurlijk leert. Andere Pokémon is Salamence, geloof ik. En nou ja, Rash Nature level 70, Airlock Ability, Dragon Flying Type. Dat is eigenlijk alles wat ik te zeggen heb over Rayquaza. Hier hebben ze allemaal nog staan. Rayquaza, Kyogre, Fuck You, de Latias, Steeldo, Rocky Cock en Icy Dick. En dat zijn dus alle legendaries die wij gaan vangen in deze Let's Play walkthrough thingy. Want er zijn er wel meer legendaries, alleen daar heb je een Game Shark code of event ding voor nodig. En dat ga ik dus niet doen, omdat dat, nou ja, dat zou te veel moeite zijn om die dingen op te zoeken. En als je een normaal spel zou spelen, dan zou je het toch niet kunnen krijgen. Dan hebben we hier ons team om even mee af te sluiten. Phoenix Skarmory level 49 met de Choice Band. Chicky de Blaziken level 49 met de Charcoal. Jellybelly de Tentacruel level 49 met de Mystic Water. Spikey de Cacturne level 49 met de Miracle Seed. King Kong de Slaking level 50 met de Leftovers. En Clay de Claydol level 50 met de Soft Sand. En dit is dus mijn team. Als je de Hall of Fame compilatie nog wil zien, daar eer ik ze ook allemaal. En dan denk ik dat het nu tijd is om de aftergame van Pokémon Sapphire af te sluiten. Dus laten we nog één laatste keer saven terwijl ik aan mijn kin krap. Yeah. Dan sluiten wij af. Dan saven wij in Pacific Lockdown. Met een playtime van 48 uur en 33 minuten. Best wel lang eigenlijk, maar ik heb tussendoor ook allemaal de training gedaan en zo. Eens even kijken op mijn lijstje, want ik had nog een heel lijstje gemaakt. Hè. Dat weten jullie, hier zit ook allemaal nog informatie. Dat hebben we gedaan, dat hebben we gedaan. En al die andere dingen hebben we gedaan. Dus we zijn echt helemaal klaar. Dit is gewoon het bewijs, hier zo, dat we gewoon klaar zijn met Pokémon Sapphire. En ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze hele walkthrough. En als je deze hele walkthrough van mij hebt bekeken, echt dankjewel. Jullie hebben mij echt hartstikke hard geholpen. En als je nog eens de hele walkthrough wilt bekijken, dan kun je altijd de playlist nog vinden op mijn kanaal. Vergeet niet eventjes een duimpje achter te laten, een reactie achter te laten. En dan weet ik al wat ik als volgende walkthrough ga doen. Dat laat ik nog niet weten aan jullie en dat is een verrassing. Ik zit nog wel een heel klein beetje te twijfelen, maar dat zien jullie dan vanzelf wel. En deel hem ook nog eventjes, deze video, op Twitter, Facebook, whatever. En Hive niet meer, dat stopt ermee. Maar nogmaals hartstikke bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie weer bij mijn volgende walkthrough. Dus tot de volgende keer. Houdoe.